augustus 2020 was een bijzondere maand. Wat is er een hoop gebeurd? In Amerika weten we nu eindelijk wie er kans gaan maken op het worden van Amerikaanse president. Het wordt of een totale maloot, of Guantanamo Bay blijft nog eens 4 jaar open en dat moeten we ook niet willen. Verder stond de maand in het teken van golven, hittegolven en tweede golven. En ik heb dan dubbel pech, want ik hou van beide niet. En nog een topic was Netflix die sorry zei. En daar was ik erg blij mee, totdat ik erachter kwam dat het maar ging om een filmposter. Toen was ik toch weer teleurgesteld. Als Netflix nou echt sorry wilde zeggen, dan hadden ze sorry moeten zeggen voor Homeland seizoen 8 die er niet gekomen is. Sorry voor Line of Duty seizoen 5. Sorry voor Designated Survivor. Sorry voor het weghalen van de gratis proefperiode. Sorry voor Kiefer Sutherland. Sorry voor Claire Danes. En bovenal sorry voor dat Storming Scotland the Movie niet op Netflix staat en wel alle oude afleveringen van Simon Konijn. We zijn hier aangekomen in een verlaten horrorbos. Hey allemaal, ik ben weer daar. Harme Frodo, het is nog niet klaar. De maand is jarig, we vieren het karig. Harme Frodo is nu al 4 jaar. Er was eens een jongen in de Ardennen. Zo dicht bij huis was wel even wennen. Heel veel gepraat, 4 vlogjes gemaakt. Zo simpel is een nieuw landje verkennen. Gelukkig is het tij aan het keren. Leuk, samen met Lucas op filmpjes reageren. Eerst op de vriendschap geproost, toen eet hij een roast. Hopelijk kan hij dat beter dan navigeren. De edits zijn nu dan weer fris, yo. Leon die stel weer de show. Een video bewerkt, misschien heb je het gemerkt. Zijn t-shirt dat leek wel een disco. Weinig views, ja dat is pech hè. Maar ik ga me daar niet bij neerleggen. Mannen lezen de vrouw, 50 views als je me nou. Soms helpt het om huts te zeggen. Dit heb ik nou altijd al begeerd. Simpele operatie, goed gecontroleerd. Zomaar Duitsland in, situatie win-win. Duitsland is nu geannexeerd. Netflix, sorry.